We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on the terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself while I'm wasted with someone else? If we go down, then we go down together. If we go down, then we go down together. Nummer 6. Nou, dat zijn er al 3. Daar staat er een, een wagen daar. En die? Ah, daar komt de volgende aan. Oké. Okay. Nou, ik doe misschien van 8 wagens mee, dus. En daarachter komt ook nog een wagen aan, dus. Hele mooie. Ik kan de wagens allemaal weer mooi binnen zien komen. De 5 wagens die nog binnen moeten komen. Er zijn er al 3. Daar, achter die boom staat een wagentje. Daar zo. En deze. Dus dan zien we die gelukkig al binnen. Even kijken. Grappig jongen. Allemaal boodschappen op een karretje. Wagens. Velswijk! Ja, de vissen in de stoel hier. Echt achterlijk, hè? Zoeken. Ja. Hoe anders? Nou, dat is het wagen 4. Hey Jan. Mooi hoor. Iets verloos. Ja. Oh, al goed vast hè, die in de krat. Nummer 6. Wat is dat nummer 7? Dat zijn jullie 8? Ja. En dan de Ik heb nu net een applaus.
Dankjewel mensen, een hele goede middag. Ik kan een nieuw hoesje halen. Zo. Nou, we gaan de opening van de fanfare gaan we kijken. En dan iets van 5 muziekkorpsen had ik gehoord. Dus nou, dan gaan we eens even kijken. Nog eentje aan. Eens even kijken. Dan gaan we de optocht bekijken. Thank you.
Sint Jan Keijenboog heet ik u van harte welkom op de 25e juni. Een bloedhete dag. Maar het gaat wel gewoon gebeuren. Een optocht met een stralend blauwe lucht. We gaan genieten. We hebben alle kansen binnen. En ze zullen inderdaad allemaal in zomertenue optreden. Dat zult u begrijpen. Ik wil graag een eerste woord van welkom heten aan u allen. Maar ook zeker aan pastoor Scheven namens de Geloofse Gemeenschap Sint Jan de Doper. Natuurlijk de dames en heren muzikanten, gildebroeders en zusters, ons koningspaar achter mij, Tim en Lisan, onze jeugdkoning Stijn Huis in het Veld en ons keizerspaar. En als Ike in september die vogel niet afschiet, staat hij volgend jaar een nieuwe. Dus het is voor hun heel misschien de laatste keer in de rijtour. Dus als je straks ons keizerspaar tegenkomt, geef even een hartelijk daverend applaus voor de afgelopen 5 jaar. Daarnaast ook een hartelijk woord van welkom aan de heer Wilco Pelgrom, wethouder van onze gemeente Bronckhorst. Die gaat u zo nog horen. Want vandaag is het feest op de Keienborg. En dat doen we met een optocht en die gaat voor de 56e keer gaat die van start. Vele straten, groepen en kinderen hebben de laatste weken en maanden hun uiterste best gedaan om er wat van te maken. Dat gaat u zometeen zien, maar ik wil speciaal even uw aandacht voor de jeugd. Want de jeugd is onze toekomst, dat geldt in het korps, maar dat geldt ook zeker voor de wagenbouw. Dus een heel groot applaus voor al die jeugdleden die aan het meebouwen zijn en meedoen. Een feest is een feest. Daar hebben we ons zelf voor nodig. Daar hebben we een feesttent voor nodig. Maar daar hebben we ook altijd een aantal sponsoren voor nodig. En die wil ik toch in het bijzonder noemen. Bakkersloot, Lucas Remsalon, autobedrijf Melgers, klus- en straatbedrijf Pelen, Hevibouw, Leon Sessingbouw en Rijers Bestratingen. Gecomplementeerd met Interprimeur. Op het moment dat de jassen van het schuttersgilde Sint Jan uit zijn, en ik kan aan de achterkant het heel erg goed zien, vanaf hier, dan zult u de trotse naam zien van onze hoofdsponsor, Sloot Sessing. Zojuist heeft u kunnen genieten van een optreden van drumgevaren SK uit Bemmel, na afloop van de optocht, dat zal rond 3:45 zijn, bij de botsauto's in de buurt op de kruising, kunt u genieten van Excelsior Renkum, die afgelopen jaar, ja laat je horen jongens, dat afgelopen jaar op het wereldmuziekconcours een eerste prijs gehad en ermee wereldkampioen en zij laten zien hier in bij Keienborg wat zij kunnen. Daarnaast zeg ik veel plezier bij de optocht en tot straks om 6:00 in de café-tent voor de prijsuitreiking. Graag geef ik het woord om de optocht te openen aan onze wethouder, de heer Wilco Pelgrom. Dank u wel, voorzitter van Schutterij Sint-Jan. Ik vind het een grote eer om namens het college van burgemeester en wethouders hier vandaag te mogen openen. Ik denk dat het in 1853 een goed besluit is geweest dat Sint-Jan ieder jaar een kermis moet organiseren. Volgens mij een kermis zoals die ook hoort te zijn. Op uw website staat de kermis van de Achterhoek en daaronder staat dat mooi metmaken. Ik denk dat dat klopt. Toen ik een jongen was van 17, 18 in Drempt, wilden we dat metmaken hier op Keienborg en fietsten we altijd naar de eerste kermis van het jaar hier naartoe om goed kermis te vieren. Ik denk dat dat zo hoort. Ik moet ook zeggen, aan het eind moesten we ook naar Baak, want dat was de laatste. Ik denk dat hier kermis gevierd wordt zoals het gevierd moet worden. Met keizer Ike, met koning Tim, met een schutterij, met een drumfanfare. Alles erop eraan, wielemannen, vendeliers. Keienborg, ik wil u een hele fijne kermis toewensen. Drink ook veel water tussendoor, want het wordt ook zweten, heb ik begrepen. En maak er vooral een mooi feest van. En als ik het mag openen, dat doe ik graag, dan open ik bij deze de Keienborgse kermis van 2023. En om de opening wat extra kracht bij te zetten, vraag ik het woord. Geef het woord aan de commandant en de schietcommandant van de Bullenburgs. Dus als je je oortjes heel wil houden, zou je de vingers erin kunnen stoppen.
Zo! Hey! Zo! Zo hé. Nou hè. Zo. Nou mensen, welkom bij de 56e Keienborgse optocht, kermisoptocht. Aan de zijkant kan ik beter staan. Kun je even aan de zijkant, kan dat? Ja. Kom op, hè! Was op jongen met vliegende stukjes. Bijna! Kom op, bijna! Oh! Oh! Kom op, jongen! Kom op, jongen! Bijna! Oh! Ja! Oh!
knal. Ja. En ik geloof dat we op de achtergrond. Hebben jullie genoeg migratie of willen jullie meer migratie? Wat willen jullie? Kijk, zij hebben geen problemen met migratie, want ik zie nergens een soort migratie aan. Dus migratie kan gewoon meegaan en dat geen probleem met veel vrienden maakt niet. Is het zo gedaan?
Ik
Mark Rutte. Bye.
Het is lekker. Kerel! Ja, lekker hè? Ja! Leuk! Ja. Oeh. Ja. Oh, rustig, rustig. Kunnen ze wel?
wagen nummer 4. Thank you.
Sprookjesbos. Hé hey, jongen! Ben je warm met pak aan? Wel jongen! Ja. Oh, kapje! Oh, de boze wolf! Rood kapje! Oh, joh. Ik zou maar zo'n wolfpak aan hebben met die witte. Ja, daar moet je wel mee. Nee. Dat is Pinocchio toch? Ja. Waar is jij? Dat is mooi altijd, hè, dit. Mooi hoor. Alleen die liep niet bij de begin mee, hè, deze. Die ging al halverwege instappen, toch? Eendracht, nieuw wiel. Ja. Zo.